Eerder dit seizoen in Waalwijk werd deze confrontatie gewonnen door RKC. De winnende goal toen kwam van Serginho Green. Dit van Eima voor RKC. We zitten in de vierde minuut. Dit is Kutsu en die passeert Maus. En uitgerekend de ploeg die tot aan vandaag nog geen uitwedstrijd won in het betaald voetbal. De enige ploeg van alle clubs in Ere en Jupiler League bij elkaar. Die ploeg, de ploeg van Hans de Koning, komt op een 1-0 voorsprong. Prima goal en geen kans voor...